Collega's, kinderen sluit je niet op. Kinderen scheid je niet van hun ouders. Ongeacht om welke reden dan ook, ongeacht welk land je ook bent. En dat is een grens die je niet mag overschrijden. En dat is de reden waarom dat ik hier vandaag sta. Je blijft met je poten van kinderen af. Laat me heel duidelijk zijn, dit is onmenselijk beleid. Dit is onmenselijk beleid en bij mij als mens, als vader, als grootvader, krimpt mijn maag bij het beeld dat je voor ogen hebt dat een kind gedwongen gescheiden wordt van zijn ouders, van zijn moeder. Dit is onmenselijk beleid. Het gaat bovendien in tegen artikel 9 van het VN-verdrag. De zaken de rechten van het kind. Ik heb gisteren, zoals velen, geluisterd naar die opnames van die kinderen die al huilend vragen waar hun mama en hun papa zijn. En als vader krijg ik daar gewoon koude rillingen van. En alsof dat nog niet erg genoeg is, worden die kinderen en hun wanhoop ook nog eens gebruikt als pasmunt in een politiek steekspel. En nog nooit is deze wereld een beetje veiliger geworden door kinderen te scheiden van hun ouders. Nog nooit. En we zien nu in de Verenigde Staten wat er gebeurt als het politieke debat ontspoort. Dat ontsporen ook de waarden die aan de grondslag liggen van onze samenleving en de manier waarop wij omgaan met kinderen.